Welkom. Leuk dat jullie inschakelen voor deze Q&A met de GGD. Q&A, gewoon vraag en antwoord en alles omtrent het coronavirus. De vragen hebben jullie de afgelopen tijd kunnen stellen op Facebook. De antwoorden worden gegeven door arts infectieziektebestrijding Ivar van Dijk. Super dat je dat ook weer wil doen. Het komende half uur behandelen we jullie vragen. En misschien lukt dat ook niet allemaal om ze te behandelen, maar we doen ons best. En dat doen wij aan de hand van thema's. En je kunt ze ook nog steeds stellen onder deze video op Facebook. In de reacties kun je ze stellen. Lidian, even buiten beeld, die zorgt dat ik ze hier op het scherm krijg. En dan proberen we daar zo een goed mogelijk antwoord op te geven. Voor zover jij daar antwoord op kan geven. Want je bent arts infectieziektebestrijding. En je bent niet degene die de maatregelen bedenkt. Dat even helder. Om maar even met wat cijfers te beginnen. Hoe is de stand van zaken in Drenthe? Hoe staat het met de besmettingen? Nou, het gaat ongeveer om 2 besmettingen per dag die we nu zien. Dus dan heb je het over rond de 10, 15 besmettingen per week. Ja. En dat loopt dus ietsjes op sinds voor vakantie, een week of 4 of zo zien we zeg maar, daar een trend in. Ja. Is daar een verklaring voor? Want we dachten, tenminste ik, om maar even van mezelf uit te gaan. Het was een beetje het beeld van als we allemaal maar naar buiten gaan, dan verdwijnt dat virus misschien een beetje meer. Als we allemaal met elkaar in een ruimte zitten, dan besmetten we elkaar sneller dan dat we buiten zitten. Het is natuurlijk mooi weer geweest, we hebben veel buiten kunnen zitten, de vakanties waren begonnen. Kun je daar iets over vertellen? Nou, dat is natuurlijk ook zo, hè? Dus buiten is beter dan binnen. Maar ja, dan moet je buiten ook natuurlijk wel afstand houden. Dat blijft belangrijk. Ja, dus die basisregels die we met elkaar afgesproken hebben, die blijven ontzettend belangrijk. Dus dat betekent afstand houden, 1,5 meter, goede hygiëne, vermijd grote groepen. Dus die regels die we met elkaar hebben. Dus zeker, buiten is beter dan binnen. Maar als je buiten met z'n allen gezellig staat te borrelen bovenop elkaar, dan levert dat ook risico's op. Ja. En dat zien we ook in de verspreiding. Hè? Dus we volgen een beetje de trend die ook Nederland heeft. Dat we ook hier wel zien dat er toch veel in de privésituatie bij elkaar thuis of feestjes in de tuin en dan geen afstand houden. Dat toch wel voor verspreiding zorgt. En daar zijn we dus eigenlijk ook weer even voor op teruggeroepen door premier Rutte. Die aantallen moeten klein. Ja. Daar komen we straks nog eventjes terug. We zijn nu bezig. Bijvoorbeeld Dick uit Assen. Die vraagt, als we het hebben over de vakantie. Veel mensen kwamen naar Drenthe op vakantie. Jij vertelde ook, ik kom uit Noord. Daar was het eigenlijk hartstikke druk. Veel mensen uit de Randstad. Amsterdam, Rotterdam. Dat zijn nu wel een beetje misschien niet de haarden, maar daar loopt het toch behoorlijk op. Die komen naar Drenthe. Lopen wij dan ook meer kans om besmet te raken? Dat zou kunnen, maar dat hebben we niet gezien. Dus daar hebben we geen aanwijzingen voor gekregen dat die mensen juist hiervoor besmettingen hebben gezorgd. Of op campings of dat soort zaken. Waar kunnen jullie dat uit herleiden dan? Als iemand uit Amsterdam hier, die kan zich hier laten testen bijvoorbeeld. Dan gaat die melding dan wel naar Amsterdam, omdat iemand daar zijn woonplaats heeft. Maar Amsterdam meldt het ons terug van, hey, iemand is bij jullie op vakantie en die is positief. Dus zo komen wij daarachter. Of als mensen uit Drenthe natuurlijk zelf op de camping zijn of dat soort dingen. Dat hebben we niet gezien. Dus uiteindelijk heeft dat niet geleid tot besmettingen. Want dat doen jullie door middel van bron- en contactonderzoek? Ja. Dus iedereen, dus als je getest bent en je bent positief, dan neemt de GGD contact met je op en die gaat met je na. Waar ben je geweest? Met wie heb je contact gehad? Ben je in welke gelegenheden ben je geweest? Ben je op vakantie geweest op de camping en al dat soort zaken? Dus dat komt daaruit. Volgens mij komen er ook nu al wat vragen binnen. Esther Meertens vraagt, stel je wil een barbecue organiseren met alleen de teamleden van je zoon. Van een korfbalteam, geloof ik, zegt ze. Mag dit in je eigen grote tuin? Ja. Dit gaat weer over de regels die er zijn. Daarvan is in ieder geval gezegd van nu de afgelopen persconferentie door de minister-president gezegd van beperken je privéfeestjes tot 6 personen. Ja. Maar ook daarvoor geldt
Die basisregels zijn superbelangrijk. Hè? Dus, en dat is natuurlijk ook het probleem wat daarmee ontstaat. Hè? Dus kan je die afstand goed houden? Dan gaat het natuurlijk niet of het nou precies 5, 6 of 7 mensen zijn. Maar het gaat natuurlijk over... kan je redelijkwijs met elkaar goed op afstand van elkaar blijven zonder elkaar te besmetten. En dat is natuurlijk het probleem. Dat als je dat... Je kan wel die intentie hebben, maar je ziet vaak dat wat later op de avond of als mensen gaan drinken of dat dan ook, dan wordt dat steeds moeilijker. En dat is natuurlijk ook een probleem van de horeca bijvoorbeeld. En dat geldt natuurlijk ook bij zo'n feestje. Dus dat is wel iets wat je in je achterhoofd moet houden als je dat organiseert of wil organiseren. Precies. Nou gaat het in dit geval om het korfbalteam van haar zoon. Ik denk niet dat hij al in een leeftijd is dat hij drinkt. Maar als we het dan hebben over leeftijd, die afstand van 1,5 meter, of dat naar binnen of buiten is, dat is een beetje leeftijdsgebonden volgens mij. Dat klopt. Kan je nog even misschien zeggen wat die leeftijdsgrens is? De leeftijds onderling is dat uit mijn hoofd. In ieder geval voor de lage, voor 12. Hè, dus die kunnen allemaal hoeven geen afstand tot elkaar te houden. En voor de middelbare school is dat ook voor de leerlingen onderling, volgens mij, dat ze geen afstand voor elkaar te houden hebben. Tot en met 12 jaar. Oké, nog een vraag over vakantie en buitenland. Als men, en dat vraagt Annette Koel, als men zich na het bezoek aan het buitenland laat testen en de test is negatief, betekent het dan ook dat je gewoon het helemaal niet hebt en dat het ook de week daarop, bij wijze van spreken, niet alsnog zich kan openbaren? Nee, dat betekent dat niet. Die test is een momentopname. Dus dit is eigenlijk alleen maar geldig. Je meet eigenlijk op dat moment dat je dus die test afgenomen wordt, daar kan je iets over zeggen. Maar dat kan de volgende dag weer anders zijn. En daarvoor geldt dan die 10 dagen, die we de quarantaineperiode noemen. Tussen het moment dat je besmet zou zijn en jezelf weer klachten krijgt, daar zit maximaal 10 dagen tussen. Dus als je op dag 3 je laat testen, dan kan het best zijn dat je dan negatief bent. Maar als je dan op dag 4 laat testen, dan kan je best positief zijn. Ja. Dus uiteindelijk blijft die 10 dagen dan zeer belangrijk om af te wachten. Ook gewoon thuis te blijven. Of thuis te blijven, ja. Ja. Oké. Okay. En dat is, er komt nog een interessante, eigenlijk wat niet voor iedereen geldt. Geert Rona uit Anne vraagt dat. Ik las vanmorgen dat diplomaten en militairen niet in quarantaine hoeven als ze uit een risicogebied komen. Waarom is dat? Ja, ik denk dat... Weet je dat? Ik weet dat niet precies, maar ik weet wel dat voor diplomaten in ieder geval aparte regels gelden voor van alles. Dus dat zal waarschijnlijk voor dit ook. Volgens mij kan je die nauwelijks iets opleggen. Boetes ook niet, hè? Parkeerboetes. Precies. Die kunnen net zo goed besmet raken, maar daar gelden aparte regels voor. Ja. En dat zal voor de militairen ook zo gelden. En misschien hebben die een eigen testmogelijkheid. Geen idee wat de militairen met elkaar hebben afgesproken daarover. Bij dit soort vragen ook is een beetje lastig soms, omdat het echt maatregelvragen zijn. Daarvoor kunt u ook kijken op de site van rijksoverheid.nl. Want daar kun je nog veel meer dingen vinden die Ivar misschien nu niet weet. Omdat je daar ook gewoon niet over gaat. Mm-hmm. Dan verder, wat ook heel actueel was, het volgende thema is onderwijs. Het Vincent van Gogh in Assen was een van de eerste scholen die zei, we willen mondkapjes voor onze leerlingen in de bovenbouw, dus vanaf 15 jaar. Er kwamen vervolgens wat meer scholen die dat ook gingen volgen, of op een andere manier docenten met van die, ik noem het spatschermen, het heeft waarschijnlijk een andere naam. Marianne uit Schoonhoort vraagt daarover. Wat vindt u van het feit dat er op middelbare scholen geen afstand wordt gehouden tussen leerlingen onderling? Maar ik wil eigenlijk, dat is misschien wel zo, maar mijn vraag is ook, dan denk ik, waarom houden ze de leeftijdsgrens van 15 jaar aan, terwijl natuurlijk de onderbouw vanaf 12 jaar ook gewoon door dezelfde gangen loopt en dicht langs elkaar heen? Ja, wat precies de overwegingen van die school zijn om dat te doen, dat weet ik niet zo goed. Nee. Dus dat is een vraag natuurlijk voor de school. Het is natuurlijk wel goed om, als je kijkt naar de scholen, dit virus is natuurlijk nieuw. Hè, dus het is natuurlijk ook, je kan ook allerlei dingen verzinnen van misschien is dat een risico, misschien is dat een risico, misschien zit het daarin. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk ook in de praktijk zien of het ook daadwerkelijk risico's zijn en of dat ook daadwerkelijk gebeurt. En we kijken natuurlijk nu vooral terug.
En die ervaring nemen we mee. Hè? Dus hoe is het op de basisscholen gegaan tot nu toe? Hoe gaat het in het buitenland met de scholen en met jongeren over het algemeen? En daaruit halen we nu de informatie dat op zich die verspreiding op scholen en het voorkomen op scholen, dat de verspreiding daarvan heel gering is. En dat leidt dan weer dat we toch verantwoord vinden om de scholen open te doen, maar ook dat die kinderen onderling geen afstand hoeven te houden daarvoor. Ja. Ja, ja. En dan los een beetje van de leeftijdsgrens. Want 12-jarigen kunnen natuurlijk net zo goed het virus krijgen, denk ik, dan 15-jarigen. Maar toch is daar ergens een grens. Dat is voor het mondkapje wat je bedoelt. Ja, maar niet voor de school zelf, niet. Ja, dus de kinderen op de middelbare school hoeven ook geen afstand te houden tot elkaar. Nee. Dus daar zit die grens dan niet in. Nee. Nee. Ik bedoel, het virus wordt overgedragen ongeacht leeftijd, denk ik dan. Of is dat niet zo? Nou, er zit wel verschil in leeftijden. Dus dat zien we nu de laatste. Dus als je kijkt naar de laatste periode dat er weer wat meer besmettingen zijn in Nederland ook, dan zie je ook dat er nu weer bepaalde categorieën meer besmettingen hebben. Ja. En dat is dan vooral 18 plus. En dus dat is nog niet de schoolleeftijd, maar dat is vooral 18 plus. En dan zie je dat juist voor de kinderen dat minder is. En dat het nu ook bij de kwetsbaren en de ouderen dat het minder is. Ja. Dus dat klopt dat daar verschil in zit. Maar het is niet zo dat in alle groepen er evenveel voorkomt en de overdracht even makkelijk gaat. Nee. En dat zal bij de kwetsbaren te maken hebben met dat die toch heel voorzichtig zijn. En bij kinderen spelen blijkbaar ook nog andere factoren een rol, waardoor het toch minder overdracht is. Ja. Is dat te achterhalen? Hebben ze daar nu al antwoorden op? Nou ja, niet precies, hè, maar het wordt natuurlijk toch gedacht omdat kinderen er minder ziek van worden, minder klachten van hebben. Dus dat is één. Kinderen, dat weten we wel uit onderzoek, toch ook weinig, heel erg veel contacten met elkaar hebben, maar weinig contacten daarbuiten hebben. Hè. Dus als je ziet dat volwassenen hebben heel gauw een groot netwerk op allerlei gebieden, met je werk en sociaal en in je club en dit en dat. En je ziet bij de contacten van kinderen dat dat toch heel erg met kinderen met elkaar zijn. Dus je ziet ook dat, hè, dus dat beschermt hun ook voor makkelijke verspreiding, zullen we zeggen. Ja. Precies, oké. Nou, goed dat je dat even helder zegt. Dat is eigenlijk aanvullend misschien. Paola stelt die vraag. Waarom wordt er nog steeds beweerd dat kinderen geen bron van besmetting zijn? Nou, heb je het al een beetje geduid? Volgens mij wordt het ook niet zo heel stellig gezegd. Nee, kinderen kunnen natuurlijk kunnen kinderen het krijgen. Ja. Maar wat ik al zei, als je kijkt, hè, als je terugkijkt, zien we wel dat dat dus weinig voorkomt. Hè, en waarom dat dan precies zo is, nou, dat heb ik natuurlijk ook niet het exacte antwoord op. Maar in de praktijk zien we wel dat het bij kinderen veel minder voorkomt en ook voor veel minder verspreiding zorgt. Ja, en ze worden er ook minder ziek van, volgens mij. Ja, nee, dat klopt. Ja. Ze hebben er veel minder klachten van. Ja. Oké. Even kijken hoor, want ondertussen komt er ook van alles binnen. Dat gaat over het testen. dat wil ik wel voorlezen. Chakina Mellens vraagt, waarom kun je niet een test krijgen om te kijken of je het hebt gehad? Dus niet of dat je het nu hebt, maar of je het hebt gehad. Ja, op zich is er wel een test. Hè. Je kan bloedonderzoek doen naar antistoffen. Dus je kan op zich wel een test doen om te weten of je het hebt gehad. Het is een andere test als dat we nu kennen met dat wattenstaafje. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja, de test die we nu doen, die kijkt echt of je het virus hebt. Of je het virus in je neus en in je keel zit. Uiteindelijk als je er ziek van wordt, gaat je lichaam daar antistoffen tegen maken om het virus te bestrijden. En er is nu wel een bloedtest om antistoffen te meten. Maar wat hebben we daaraan? Ja, over het algemeen heb je daar niet zoveel aan. In sommige gevallen is het interessant om dat dan te weten. Dus heel soms doen we dat. Maar in zijn algemeenheid levert dat niet. Nee. Dus is het dan nog zinvol om nog wel een bron- en contactonderzoek te doen bijvoorbeeld? Nee, want dan betekent dat je in de afgelopen periode, afgelopen maanden een keer het hebt gehad. En dan, je kan moeilijk je contacten gaan achterhalen van april. Praktisch onhaalbaar. Maar dat is natuurlijk ook, dan hoeft het ook niet meer. Dan is het risico voor die mensen met wie je allemaal contact hebt gehad natuurlijk ook alweer voorbij. Ja, ja. Ja. Oké. Dus dat is eigenlijk de reden. Over
Testen en besmettingen, daar kwamen we eigenlijk net al op. Een hele, hele leuke vraag eigenlijk ook wel. Ik denk dat heel veel mensen daar mee zitten. Hasna uit Amsterdam stelt hij. Ik was op visite bij mijn zus en haar buurvrouw heeft corona gekregen. Mm-hmm. Moet ik nu ook getest worden? En dat is even de vraag, denk ik, of die buurvrouw dan ook op dat feestje was. Op die verjaardag. Ja. Daarvan uitgaande. Ja. Nou ja, je moet getest worden. Bij klachten moet je je laten testen. Dat is in ieder geval één. En zeker als je contact hebt gehad met iemand die besmet is. Hè? Dan kom je in het contactonderzoek. Dan heeft de GGD natuurlijk ook contact met jou daarover. Dus dat weet je dan ook. En dan moet je helemaal bij klachten je onmiddellijk laten testen. Maar als je bij je zus bent op visite en de buurvrouw is niet in beeld en die heb je ook nooit gezien, dan heb je natuurlijk geen contact gehad met iemand die besmet is. En het wordt ook niet ongezien, ongemerkt zo overgedragen van de een op de ander. Dus dan hoef je je niet te laten testen. Nee. Voorzorg. Ja. Maar het geldt wel voor iedereen dat als je klachten hebt die daarbij passen, hè, dus verkoudheidsklachten, griepachtige klachten, koorts, verlies van smaak of reuk, dat soort dingen, dat geldt voor iedereen nu. Nou, meld je aan en laat je testen. Precies, ook bij heel milde klachten. En ook bij milde klachten, ja. Maar ook bij geen klachten. Stel dat ik zeg van, ik heb een vakantie gevierd in Frankrijk. Dat was toen nog oké, maar ja, dat is nu is een gebied oranje geworden. Ik ben alweer een tijdje terug, ik heb geen klachten. Maar voor de zekerheid wil ik me toch laten testen. Ja, dat zou ik niet adviseren. Het is natuurlijk nu wat verwarrend dat als je nu terugkomt op Schiphol is nu een teststraat. Dus, ja. Het is als je, dus daar worden mensen gevraagd als ze terugkomen van de reis om getest te worden. Dus dat geeft wat verwarring, maar in principe, als je geen klachten hebt, zou ik je niet laten testen. Nee. Want dat maakt wel. Natuurlijk, het kan zijn dat er zijn natuurlijk mensen die besmet zijn en geen klachten hebben. Ja. Maar het beleid wordt heel ingewikkeld want dan moet het gericht zijn omdat je naar iedereen kijkt zonder klachten. Ja. En we hebben natuurlijk nu 17 miljoen mensen zonder klachten. En je kan natuurlijk moeilijk aan al die mensen vragen om zich elke week te laten testen als je dat wil. Dus zeker, dat is een probleem. En dat is natuurlijk ook het succes van het virus zit er ook in, dat het soms verspreid wordt door mensen zonder klachten. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk om je beleid daarop te richten. Ja. Dus we richten ons echt op mensen met klachten. Ook bij milde klachten laat je testen. Ja. En we zien wel, want op dit moment worden ongeveer zo'n 500 mensen per dag getest. En er komen dan 2 positieve uit. Dus ook als je klachten hebt, is de kans natuurlijk nog steeds niet zo heel groot dat je het hebt. Want het kan ook gewoon een verkoudheidje zijn van de airco of iets. Meestal is het iets anders. Ja, ja precies. Ja. We hadden het. De minister Rutte zei ook, de quarantaine was eerst 14 dagen. Dat is teruggebracht naar 10. Ja. Dat is misschien wat overzichtelijker ook voor mensen. Zeker. Is dat al ingegaan? Ja. Meteen? Vanaf woensdag. Dus zeker. Oké. Dus voor iedereen geldt die nog in quarantaine zit, voor iedereen geldt die 10 dagen. Ja. Nou, hebben jullie als GGD zijnde teststraat in Assen, mm-hmm. in Emmen, ja. vaste nu, en een mobiele testlocatie in Meppel. Hè? Ja. Die is van maandag tot en met vrijdag open in Meppel, van 9 tot 12. Maar volgens mij maandag, woensdag, vrijdag. Oh ja, maandag, woensdag, vrijdag. Dat is dus 3 dagen. Inderdaad, ja. 3 dagen, pardon. Ja. Maandag, woensdag, vrijdag, 3 dagen van 9 tot 12. Mm-hmm. Jan Dutij uit Havelte vraagt, waarom is die zo beperkt open in Meppel? Je moet ergens mee beginnen. En dat hangt gewoon van de vraag af. Dus als daar veel behoefte aan is voor meer testen, dan gaat die meer open. Ja. Zo zijn we in Emmen ook begonnen eerst met 3 dagen. En nu is het elke dag. Dus dat kan zo weer veranderen. Maar ja. we zijn hiermee gestart. Ja. En vooralsnog is dat afdoende eerst? We zijn volgens mij net deze week begonnen. Dus, eerst maar zien. Eerst maar eens even zien. Precies. Ja. Precies. Ja. En als dat heel succesvol is in die zin, dan gaat het volgende week veranderd dat hier. Ja. Ja. Co Vester die heeft op Facebook gereageerd. Gaat over ventilatie, dus ook nog een onderwerpje. Is het wel veilig om met een koor van 45 oudere leden te oefenen in een hoge kerk zonder ventilatie? Dat is een goede vraag. Daar weet ik op zich heel direct het antwoord niet op. Dus dat is een goede vraag om daar gewoon contact met ons over op te nemen. Om daar eens even een goed antwoord op te geven. Ja. En dan kan je gewoon het callcenter van de GGD voorbellen. Dus gewoon het algemene nummer van de GGD
En daar die vraag voor leggen. En dat is nu 813-51, het nummer. Ja, dan kijk ik even die kant op. Want volgens mij is het 0592-306-300. Oh, dat het nummer van de GGD in Drenthe. Ja, dus als dat je is zo'n hele specifieke vraag daarover hebt, dan zou ik, die op jouw situatie van toepassing is, dan zou ik die daar even stellen. Oké. Nou, Co, dan weet je dat. Even kijken. Nog even over het testen en de besmettingen. Nog een vraag van Ria Boyink uit Wijster. Mijn dochter heeft gisteren een coronatest gedaan. Ze werkt in de zorg, maar het antwoord van de werkers was dat dit geen verschil maakt, dus of ze nou in de zorg werkt of niet. Kan het testen, dus zij moet natuurlijk ook wachten op de uitslag, kan het testen voor zorgmedewerkers ook sneller? Ik weet niet of jij daar wel een antwoord op kan geven. Nou, ik weet, we hebben aparte afspraken gemaakt voor mensen die werken in de zorg voor het testen. Dus als zij daar vragen over heeft, is het handiger dat ze met haar werkgever even contact opneemt. Want we hebben wel, zeg maar, ook voor de snelheid speciale afspraken gemaakt met zorg voor de zorgmedewerkers. Dus dan kan ze daar terecht over wat de afspraken daarvoor zijn. Oké. Dus er is wel een aparte regeling voor mensen uit de zorg. Ja. Oké. Dat is ook een ingewikkelde vraag van iemand anoniem uit Schiedam. Hoe komt het dat het aantal coronagevallen stijgt, dus de besmettingen denk ik, terwijl het aantal coronadoden niet zo hard stijgt? Nou, dat is heel fijn in ieder geval, dat laatste. Dat sowieso, En dat heeft ermee te maken wat ik eerder zei, dat we nu vooral besmettingen zien in groepen, of eigenlijk niet in de groep van de kwetsbaren. Dus er waren de ouderen. De ouderen, mensen met onderliggend lijden. Eigenlijk die mensen die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie. Hè, dat is een beetje in zijn algemeenheid de groep die ook kwetsbaar is voor dit virus. Ja. En we hebben natuurlijk in maart, april gezien dat er niet alleen veel meer besmettingen waren, maar ook onder die groep juist veel besmettingen waren. Met alle risico's van dien. En we zien nu juist dat in andere groepen zijn. Dus wat ik zei, zeg maar 18 tot 45 in die groep zit nu met name de besmettingen. En dat zijn toch over het algemeen niet de mensen die echt risico lopen op ernstige ziekte en overlijden. Wat natuurlijk niet wegneemt dat zij wel weer door kunnen geven aan kwetsbaren. Dus daarom blijft het natuurlijk van belang dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Ja. Maar dat is wel een van de redenen waarom we nu relatief weinig ziekenhuisopnames zien en overlijdens zien. Dus de ouderen hebben echt hele duidelijke maatregelen genomen, weten wat ze wel daar lijkt het wel op, ja. Precies, en is het misschien ook omdat natuurlijk voor de bouwvak werd er natuurlijk gezegd van, alles werd een beetje versoepeld. En met name de jongvolwassenen waren daar enorm aan toe. Mm-hmm. Dat die lekker weer zijn gaan clusteren. Het was mooi weer. Het leek misschien, het virus leek wat verder weg op die manier. He, als je ook weer meer dingen mag, dan kunnen we misschien ook doen alsof het er niet meer is. Is dat ook de reden misschien dat er onder die jongvolwassenen meer besmettingen zijn? Dat is natuurlijk een van de redenen. Je kan niet de afspraken die we met elkaar hebben over de 1,5 meter en het vermijden van drukken, daar kan je niet denken dat je dat kan negeren en dat geen consequenties heeft. En dat zal natuurlijk vooral onder die groep laat zich dat ook zien. Goed, even kijken. Klaas van der Vlag vraagt, als je corona hebt gehad, kun je dan nog een keer corona krijgen? Die heb je vast vaker gehoord. Ja. ook daar antwoord daarop is, dat weten we nog niet precies. De verwachting is niet dat je dat op korte termijn twee keer krijgt. Maar hoe lang je beschermd bent, dus door die infectie gaat je lichaam daar afweer tegen maken. Ja. En hoe lang die afweer je helpt om het niet nog een keer te krijgen, dat weten we niet. Nee. Maar het zal niet zo zijn dat als je het in april hebt gehad, dat je het nu in augustus alweer kan krijgen. Dus het zal langer duren, maar hoe lang dat precies is, dat weten we niet. Nee. Nou hebben we het over al een aantal thema's gehad. Vervoer is daar ook eentje van. Volgens mij, maar dat kan jij misschien beter duiden, wat zijn de regels ook alweer? Ja, nou kijk vooral op rijksoverheid.nl zou ik zeggen voor de regels. Ja. Voor het vervoer hebben we natuurlijk gezegd met elkaar, die 1,5 meter is natuurlijk van belang overal. In het vervoer lukt dat niet altijd.
En dan geldt de regel voor mij drukte, maar als dat niet kan en je moet toch met de trein of met de bus, dan draag je een mondkapje. Dus dat is in grote lijnen het verkeer of de regels voor het verkeer. Want nu vraagt iemand, mag je met een groep van 12 mensen in een kleine bus vervoerd worden voor een feestje? Nou ja, dat zal waarschijnlijk. Daar zullen regels voor zijn in vergelijking ook met van ja, dat zou kunnen waarschijnlijk, maar dan met een mondkapje. Ja. Hè? Dus kijk vooral even op de website voor de precieze regels daarover. En ik denk de vervoerder, dus degene die zo'n bus verhuurt of iets dergelijks, die zal vast weten wat de regels daarvoor precies zijn. Precies. Ja. Even kijken. Melinda Pals vraagt. Want dan hebben we het eventjes over de. Nou, misschien moet dat eerst even aankondigen. De persconferentie, de afgelopen persconferentie, daar zei Rutte van, nou ja, we willen het aantal mensen in een huis of in een bijeenkomst toch eigenlijk niet groter hebben dan 6 personen. We kunnen dat slecht controleren als jullie thuis zijn, maar daar gaan we vanuit dat iedereen daar rekening mee houdt. Melinda Pals vraagt, in een huis met 6 personen. Ik snap hem niet helemaal. Hoe zit dat met de middelbare scholen? Maar misschien bedoelt ze meer van als je toch met 6 personen in een huis zit. Mag dat dan wel? Ja, als je een huishouden vormt, dan mag dat natuurlijk. Ja, dus maar stel dat het studenten zijn. Een studentenhuis. Ja. Ja, ook daarvoor geldt dan. Ja, probeer je aan de afstanden te houden. Hè? Dus daar gaat het eigenlijk om. Ja. Dus het is natuurlijk als je in een huishouden of een gezin met elkaar, dan kan je toch ook met z'n zessen zijn. Dan is dat zoals het is. En dan is het natuurlijk heel moeilijk en dat weten we natuurlijk ook. Ja. Maar als je gasten ontvangt. Of als je los van elkaar woont, dan blijft het van belang. Ja, nou ja, vermijd grote groepen. En als je toch met wat meer bent, hou in ieder geval de afstand in de gaten. Ja, en zij bedoelt met name, geloof ik, lees ik hier nu. Stel dat je maximaal 6 in een huis mag, oké, afspreken. Maar op een middelbare school, daar zitten toch veel meer mensen bovenop elkaar. Ja. Ja, maar we zien nu. Ja, maar je kan ook zeggen, we zien nu de besmettingen komen vooral uit de thuissituatie voort en niet vanuit de scholen. Dus blijkbaar gebeurt daar toch iets anders dan op die middelbare scholen, waardoor dat een risico is. Ja. En als dat op de scholen verandert, komen daar ook weer maatregelen voor. Ja. Maar nu is dat nog niet zo. Dus we zien dat nu vooral in de privé. En dan snap ik wel dat de minister dan, minister-president dan zegt van ja, daar moeten we toch iets mee. En dat heeft er toch mee te maken, dat toch met te veel bovenop elkaar. Ja. In en om het huis dingen doen. Dus daar moet wees verstandig en hou daar rekening mee. Ja, en ik denk ook voor het onderwijs is het uiteindelijk. Ja, we, het is een sprong in het diepe en we weten het nu nog niet. En ook uiteindelijk daar zal blijken of er aanvullende maatregelen moeten komen. Ja, dat zou kunnen. Ja. 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 Eens eventjes kijken. Ja, dat is nu ook in de horeca. Hè, als jij graag wil eten, wordt er geregistreerd van je telefoonnummer en je naam moet je dan vaak even achterlaten. Waarom hoeft dat niet in een supermarkt of een bouwmarkt? Nou, dat zal ermee te maken hebben dat je natuurlijk. Dat contact is natuurlijk heel anders. Hè? Dus in de horeca ben je veel langer. Voor grotere groepen bij elkaar. We zien dat ook in de praktijk dat tot besmettingen levert, ook van grotere hoeveelheden mensen. Dus dat vraagt toch om andere maatregelen dan in de bouwmarkt, waar je in en uit loopt en je dus veel heel andere manier contact met elkaar hebt. Ja. Dus het gaat om dat vluchtig of lang. Ja, precies. Dat maakt verschil. Tuurlijk maakt dat uit. Ja, ja, dus ja, jij zegt tuurlijk, maar voor heel veel mensen is dat. Nee, dus maar het gaat natuurlijk over van hoe lang ben je in een ruimte met andere mensen, met hoeveel mensen alles bij elkaar. Hè? Dus dat zijn belangrijke factoren. Want dat virus heeft een bepaalde tijd nodig om iemand te infecteren. Ja, oh ja, hoe langer je met iemand bent en hoe dichterbij je iemand bent, hoe meer risico je loopt. Ja. Ja, dus daar gaat het over. Ja, ja, dus voorlopig hoeft dat in ieder geval niet bij een bouwmarkt of een supermarkt. Of die. Nee, nou ja, daarvoor is natuurlijk de app ook bedacht. Hè? Dus de app is natuurlijk ook bedacht om daar de een hulpmiddel. De corona-app als hulpmiddel om dat soort contacten. Maar die meet ook alleen als er voldoende lang contact is geweest. Hè? Ja. Maar om dat soort contacten in kaart te brengen. Ja. Dus dat klopt. Ja. Daar kregen we ook een vraag over van Monique Jolanda Hendricks. Ziet u ook nadelen in de corona-app? En ik weet helemaal niet of ik dat wel aan u kan stellen, maar ja.
Ja, het is een hulpmiddel. Het is geen schijnveiligheid. Ik bedoel, het is misschien schijnveiligheid of niet? Nou ja, het is een hulpmiddel. Hè? Dus het gaat natuurlijk het probleem niet oplossen. Dus uiteindelijk gaat het... Ik denk dat het heel belangrijk blijft, ook met je beslissingen die je thuis neemt of met dit soort dingen over de app, dat die basale afspraken die we met elkaar hebben, zeg maar, dat is het vertrekpunt. En als we dat heel goed doen, komen we daar een heel eind mee. En zo'n app is eigenlijk een hulpmiddel wat je kan gebruiken, vooral wij bij bronnen contactopsporing. Ja. Omdat soms mensen natuurlijk veel contact hebben of vergeten zijn, dan kan het helpen om mensen te waarschuwen ook. Ja. En ook voor jezelf, als je die app dan hebt, dat je dan gewaarschuwd wordt. Maar het neemt niet weg dat je jezelf ook heel goed beschermt door gewoon afstand te houden. Ja. En drukte te vermijden bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou, volgens mij, ze hebben alles wel gehad. Het half uur is ook al voorbij. Okay. Nog even resumerend om mee af te sluiten. Waar moeten we ons ook weer allemaal aan houden? Nou, vooral de 1,5 meter, die blijft heel belangrijk. Goede hygiëne, hè? Goed je handen wassen. Je mag het ook desinfecteren, maar handen wassen met zeep is natuurlijk ook prima. Goede hygiëne. Vermijd drukte, hè? Dat is natuurlijk belangrijk. En de corona-app downloaden. En de corona-app, ja. Ja, goed. We ronden af. Dank jullie wel voor al jullie vragen. We hebben ze ongetwijfeld niet allemaal kunnen beantwoorden. Maar goed, mocht je dan toch nog wel antwoord op je vraag willen, misschien kan je die vinden op rijksoverheid.nl. Je kunt ook bellen met een informatienummer 0800 1351. In ieder geval ontzettend dank voor het kijken. En Ivar, dank voor al je informatie. Graag gedaan.